En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video van de Ajax Career Mode serie. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Nou, daar zijn we dan. Ik heb direct een melding gehad. Dat had ik even snel weggedaan, maar we hebben een transferverbod voor Tadic. 37,4 miljoen, ik geef akkoord, want Tadic is gewoon al aan het aftakelen en is gewoon niet goed genoeg meer. Dan komen we op kleine 120 miljoen, bijna 130 miljoen uit. Dus dan kunnen wij sowieso de spelers halen die ik wil. Het hoeft alleen maar die twee posities te zijn, want voor de rest vind ik het team gewoon goed, stabiel. Gravenberg, ja, die wordt straks ook gewoon 80 rating, weet je. Dan hebben we, afkoop zo blind betaald. Ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit, maar dan wil ik er wel geld voor. En ik weet niet wat die afkoopsom was. Even wachten hoor, eventjes alles goed checken. Afkoopsom blind. Oh, ik wilde laten weten dat Chelsea de afkoopcultuur van 25,9 miljoen heeft betaald. Oké, nou ja, dat is nog te doen, dat vind ik mooi. Dan komen we op 150 miljoen uit. Dan kunnen we misschien ook wel bijna kijken naar betere voetballers dan dan Malen. Ik denk dat Suarez dan binnenhalen het beste is. Is wat minder risicovol. En is een speler die er direct staat. Dus ja, even kijken hoe dat allemaal uitpakt. Hier hebben we in ieder geval Steven Berghuis. En Tadic gelinkt aan een Everton transfer. Ja, dat blijken niet meer dan geruchten. Maar dat blijken echt waarheden te zijn. Gelukkig. Want ja, Tadic moet gewoon oprotten. Nou, welkom in de Amsterdam Arena. Ook al de Johan Cruijff Arena tegenwoordig genoemd. Ajax Go Ahead Eagles staat op het programma in de prachtige competitie van de Eredivisie. Uit Nederland natuurlijk. En onze scheidsrechter komt het veld op. En ja, het wordt weer tijd om toekomst te gaan schrijven. En deze man dus gaat waarschijnlijk weg. Een goed aanbod van Everton op Tadic. En dan laten we hopen dat die transfer niet vastloopt. Oké, laten we gaan beginnen aan deze wedstrijd. Robbie trapt af voor de wedstrijd Go Eagles Ajax. En daar is bijna de goal van Go Ahead Eagles. Die bal gaat voorlangs. En zo komt Ajax met een schrik vrij. Oh. Ja, dan loopt daar iets eindelijk een keer. En dan verspelen we de bal. Dom. Aan de kant van Tadic ligt al de hele wedstrijdruimte. En dan is het nu aan Tadic om de wedstrijd open te breken. En dat lukt niet. Anthony geeft de bal voor en dan vliegt daar opeens Tadic. En dan is het ook rust direct hier in Amsterdam. En dan speelt Ajax zeker nog niet goed. Maar ja, we moeten gewoon weer gaan winnen. Want die aansluiting op PSV en zo is belangrijk. Ik bedoel op Feyenoord, want PSV daar staan wij al voor. Alleen de aansluiting op koploper Feyenoord is belangrijk. Maar dan kan Go Ahead Eagles vlak na de rust direct goed. Nee, laat maar. Zo is er nog een ingooi voor Ajax. En ja, dan een nutteloos schot van Tadic. Brobbie kan de wedstrijd openen. Op een belangrijk moment schiet hij naast. Berghuis, ja, die krijgt de bal gewoon nergens.
Dit ziet er echt uit als een echte 0-0 wedstrijd. Ajax is echt slecht. Dit was de kans voor Go Ahead Eagles. En ja, dan is het 0-0. Is het Ajax wat een wanprestatie levert tegen Go Ahead Eagles. Heeft Go Ahead Eagles gewoon enorm goed verdedigd. Ja, we kwamen gewoon tot weinig kansen. We waren niet eens de betere ploeg in de verhoudingen. Het was gewoon weer niet goed genoeg. En Brobby is gewoon te slecht. Daar komt het gewoon weer op neer. Heeft gewoon alle kansen over of naast geschoten. Het is bizar. Nou, mooi. Blind ook nog even naar beneden gehaald. Wij gaan direct onderhandelen met een nieuwe spits. Want ja, ik ben er gewoon klaar mee. We weten ook al gewoon direct wie er gaat komen. Huppakee. Jij gaat terugkeren naar je oude club. Want ik ben er helemaal klaar mee met de huidige spits. Jij staat er tenminste direct. En ik denk dat we jou voor 37 miljoen binnen kunnen hengelen. Mooi. Ik bedoel, van boeien dat deze Ice Cream doet toch maar één seizoen. Dus dan kan je beter een spits halen die er staat. Dat we nog wat kunnen halen in de Champions League. En dit is helemaal niet onrealistisch. Ik bedoel, van Suarez is gewoon 34 en zit bijna op stoppen. Dus dan, is het gewoon realistisch om terug te halen. Mooi, accepteren. Huppakee. Oké, mooi. De spits is binnen. Dan gaan wij direct even shoppen bij onze grote vrienden uit Eindhoven, denk ik. Nee, want ik zie al wat anders. Een ander probleem. Gaan wij dan straks direct voor een wat bredere selectie hierin. Ik wil even kijken wat ik nog meer had gescout. Eriksen wou ik nog terug gaan halen. Ja, deze is gewoon onhaalbaar. Het wordt of Carlson of Gakpo. Of iemand anders. Ik moet eerst even kijken wat er gaat vertrekken. Want ik ben echt bereid om veel te betalen voor Cody Gakpo. En die is ook gewoon echt goed. Past in het Ajax systeem wat ik wil spelen. De laatste koudverslag van Inaki Williams is binnen. Even kijken. 81, 27. De speler heeft al een volcontract met een andere club getekend. En niet beschikbaar voor transferonderhandelingen. Oh. En eerst wou de club hem nog niet verkopen. Maar ben je kwijt. Nou ja, in ieder geval hebben we Suarez dus binnen. Dat is lekker. Dat is heel erg lekker ten opzichte wat we eerst hadden. Nou, dan moeten we nu de wedstrijd tegen RKC gaan spelen. En dan spelen we natuurlijk volgende week in de Champions League. En ja, Suarez die komt natuurlijk pas na de winterstop. Of tijdens de winterstop binnen. Dus we hebben er momenteel nog niks aan. Maar ja, het is al fijn om te weten dat je straks een nieuwe spits gaat krijgen. Tagliafico is nu ook weer klaar. En wij gaan Taylor straks ook nog laten uitlenen. Want ja, hij komt gewoon simpelweg hier nog niet echt aan de bak. Wat ik in de tussentijd wil gaan doen. Is Darami speeltijd gaan geven. Ik denk dat dat wel kan. Op zich, nou, ik denk dat dat wel mogelijk is. Rensch, de ruppakee, weg mee. Oh, we hebben wel twee kamps, hè. Maar die wil ik ook eigenlijk wel houden. Want Klaas kan ook op CM spelen. En Rensch, daar heb ik gewoon nul vertrouwen meer in. Naar zijn belabberende debuut als rechtsback. Nou, welkom bij in Waalwijk tussen Ajax en RKC. We gaan gewoon beginnen direct in het lelijke stadion. Brobby op Darami. Dit is heel slim gedaan door Gravenberg. En daar is Berghuis! De openingstreffer in deze wedstrijd is voor de club uit Amsterdam. Ik bedoel, dit is Tagliafico. Hoe kom ik bij Berghuis? Het maakt ook niet uit. De Argentijn schiet Ajax op een 1-0 voorsprong. Ja, goed gedaan dit door Gravenberg. Wordt er geen strookbreek in de weg gelegd. En dan loopt er eens Nico Tagliafico. En die scoort voor Ajax. En het echt zit hij bij Olympique Lyon. Maar hier speelt hij nog voor de Amsterdamse verdetten. Oh, direct drama bij RKC. Daar kan Ajax direct goed gebruik van maken met Anthony. En daar loopt dan iemand.
In de vorm van weet ik veel wie. En dan weer Tagliafico, die kort zo belangrijk kunnen zijn nu. Anthony. Darami! 2-0 voor Ajax hier in Waalwijk. Is het een jonge Darami die er 2-0 van weet te maken? En zo leidt Ajax al met 2 goals. En zo levert RKC gewoon de bal weer in. Is dat daar Brian Brobbey die zomaar vrij kan lopen? En die hem dan ook nog weet goed naast te schieten. Die weer een voorzet geeft en daar bijna weer Darami. Anthony! 3-0 voor Ajax. Heerlijk gedaan dit. Door de Amsterdamse ploeg. Ja, weer gewoon een goede aanval. Berghuis ziet Anthony. En dan schiet Anthony hem binnen. Want die is dit jaar zo belangrijk voor de ploeg. Dat is echt onmisbaar. Razendsnelle ontwikkeling maakt de Braziliaan mee. En zo staat het 3-0. Zo, nog steeds 3-0. Darami wordt weer goed aangespeeld. Daar is Darami, de jonge Darami. En die maakt er gewoon 4-0 van. En zo pijnigt het RKC vlak voor rust. Met de tweede van Darami. En zo juicht Amsterdam. Ja, die Darami wordt zo goed aangespeeld hier. En dan weet hij hem ook nog dwars door de benen van de keeper heen te doen. Ja, geweldig gedaan. Kan je niks tegenops doen. De keeper van RKC, die voelt zich niet heel erg lekker. En ja, zo staat beschitterend. Ja, zo schittert Ajax weer een keer in de Eredivisie. Dan wel tegen RKC, maar dat maakt niet uit. Daar gaan we. 0-4, geen wijzigingen. Huppakee, doorknallen. Oh, opbouwfoutje, maar Timber lost het direct op. En daar is dan Utgaard. Ik moest even nadenken hoe ik het ook weer uitsprak. Oeh, nou Nana met een, nou ja, een rare redding. Maar het is een redding. Brian Brobbey. Het is 5-0 voor Ajax. En dat wat later in de tweede helft. Maar maakt niet uit, het is toch 5-0. En zo kan Amsterdam eindelijk weer een keer een goed Ajax zien. En zo staat het 5-0. En is dit Brobbey zijn, nou ja, niet zoveelste doelpunt eigenlijk. Dat is het niet.
Alvarez. Brian Brobby. Brian Brobby. En daar is dan nog Gravenberg in de rebound. Het is het 6-0 voor Ajax. Je kan het niet geloven. Want dit kan je je niet voorstellen. Als je zo moeite hebt met die kleine clubjes verslaan. En dat je vierde staat in de Eredivisie. Maar het maakt niet uit. De RKC-publiek. Ja, dat trakteert een eigen ploeg op een fluitconcert. En dat lijkt mij niet meer dan terecht. Ja, het staat gewoon 6-0 voor Ajax. Het woord 10-10-10 klinkt al. Dit is een wedstrijd voor RKC om snel te vergeten. Want RKC komt er totaal niet meer aan te pas. Zo. Darami. Oh, slechte bal van de jonge speler. Maar dat wordt hersteld. Darami. Oh. Darami. Met de voorzet. Oh, en dan wordt er opeens afgefloten. Nou ja, maakt niet uit. 6-0 voor Ajax is de overwinning. En dat is niet meer. Dat is gewoon terecht hoor. Ajax heeft RKC helemaal zoek gespeeld. En ja, die Waalwijkers die worden echt ontvangen met een fluitconcert. Mohamed Darami, 2 goals in je basisdebuut. Dat is natuurlijk lekker. Intussen zal hij ook al eventjes blijven staan totdat we een vervanger hebben op zijn positie. Alhoewel misschien Tadić toch wel de betere optie is voor de Champions League. En dat laten we ook zeker zo staan. Althans, in de Champions League halen we Darami natuurlijk even weg. Darami is direct wel 70 rating geworden. Dat is, werkt wel weer in zijn voordeel. Want dat betekent dat hij steeds verder in de zich toe kan werken tot een basisspeler. Natuurlijk moet hij dan nog wel bij mij 10 ratings omhoog. Want ik wil gewoon 80 rated spelers. Omdat we een Champions League spelen. En Ajax heeft gewoon hoge verwachtingen in de Champions League. Heeft daar hoge doelstellingen. En ja, dan komen we er niet met een 79 linksmidden. En dus dat is voor Carlson een enorm nadeel. Maar ja, misschien denk ik er wel, doe ik het wel anders. In ieder geval, dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet daarvan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.